Koning Filip komt aan op campus Rommelare aan de UGent. Hij krijgt hier meer uitleg over DOE, wat staat voor Durf Ondernemen. De universiteit richtte een expertisecentrum op voor ondernemerschap, waarbij ze studenten helpen om een eigen bedrijf op te starten. Maar wij begeleiden ook kleine zelfstandigen, grotere zelfstandige studenten die zeggen ik wil echt een groeibedrijf starten en heel veel personeel aanwerven. Na wat algemene uitleg gaat de koning in gesprek met enkele ex-studenten van de UGent die tijdens hun opleiding begonnen zijn met ondernemen en nu met hun eigen bedrijf succesvol zijn, zoals met deze elektrische steps. Dit is veiliger dan twee wielen. Voilà, de drie wielen van, in totaal maken het eigenlijk veel stabieler. Ook zorgen voor veel meer grip. Dus heel veel mensen glijden wel eens uit met de step als het geregend heeft. De banden zijn bijvoorbeeld ook breed genoeg om hier in de grenzen niet in de tramsporen te rijden. Wij zijn Taito en wij hebben eigenlijk de veiligste en meest duurzame elektrische step op de markt gebracht. Wij zijn er ondertussen meer dan 4 jaar mee bezig al. En eigenlijk zijn wij sinds maart, april vorig jaar op de markt te verkrijgen. Het is natuurlijk fantastisch om te zien dat de koning zoveel interesse ook toont in jonge ondernemers en wat wij allemaal doen. Dus het was een zeer interessant gesprek. Hij was ook wel zeer geïnteresseerd om te weten van wat natuurlijk de voordelen zijn die wij hebben ten opzichte van andere steps. Daarnaast stopt de koning bij een bedrijf met gezonde hondenvoeding op basis van insecten. Ja, hij is er natuurlijk een enorme fan van de snoepjes. Hij wacht op een tweede. Hè? Hij was aan het studeren aan de Universiteit van Gent. Het was een vak Technology Entrepreneurship van professor Johan Verhoeven. Gaan we nooit vergeten. Waar we eigenlijk het idee hadden om een hypothetische start-up te bedenken. Dus geen cursussen, geen examens. Dat klonk als muziek in onze oren. En we zijn zo gaan kijken van oké, hoe kunnen we eigenlijk hondenvoeding gezonder gaan maken. En dan hebben we ook deelgenomen aan Expedition Do, het start-up programma van de Universiteit van Gent. En dat heeft eigenlijk ons echt een eerste zetje gegeven en eigenlijk echt dat duwtje in de rug dat we nodig hadden om te accelereren en inderdaad gaan kijken hoe dat ons product in de market eigenlijk fit. Ten slotte gaat de koning in gesprek met studenten die hun eerste stappen in het ondernemerschap zetten. En hij wordt ook nog getrakteerd op een stukje muziek.